Samara Kok en ik heb wat tips voor het inpakken van je koffer. Hier komen ze. Om te beginnen, als je er schoenen in doet, vul ze op met sokken. En leg je schoenen aan de kant waar de wieltjes zitten. Dat is namelijk de kant waar je hem op gaat rijden strakjes. Dan zak je je schoenen niet naar beneden en druk je de boel niet in. Je toilettas zit vol met spullen die kunnen gaan lekken. Dus, die stop je in een plastic tas. Uiteraard heb je ook nog meer plastic tassen bij je om je vieze schoenen in te stoppen. Deze zijn helemaal geweldig. Die stop je in je koffer, langs de randen. Probeer ze een beetje in elkaar te doen. En dat vul je natuurlijk op met onderbroeken. Want alle ruimte die je over hebt, kun je opvullen met onderbroeken en sokken. Dan hebben we verder nog t-shirts. Die heb ik eerst 20 minuten in een warme droger gedaan. Waardoor ze lekker warm zijn geworden. Daarna heb ik ze heel strak opgerold. En het gevolg daarvan is dat ze kreukvrij uit je koffer komen. Dan broeken. Die leg je met de broeksband en de randen naar buiten in je koffer. En daar overheen leg je bijvoorbeeld een jurk. En ook alle spullen die verder niet mogen kruiken en die je niet wil oprollen, zoals blouses en t-shirts. Half opgevouwen. Dan flap je het hele spul naar binnen in een mooi pakketje. En je kunt hem zo dichtmaken. Ook hierbij alle t-shirts, alle truien, lamsvol kruid, verschrikkelijk, opgerold uit de droger. Kijk wel eerst even of spullen in de droger mogen. Kortom, zo vul je je tas tot ieder gaatje gevuld is. En zo kun je netjes op vakantie.